We zijn in het thema groeien in lijden. Groeien in lijden. En afgelopen week hebben we het gehad over het lijden van Naomi. Van het verhaal van Rut en Naomi. Mocht je het niet hebben gezien, kijk het even terug op YouTube. Dat kan gewoon. Onze preken zijn terug te beluisteren. En daarvoor hebben we het gehad, de week daarvoor ging het over het lijden van Christus. Wat natuurlijk het ultieme lijden is geweest. En als we het hebben over de Bijbel en over het lijden, dan kunnen we niet om één figuur heen. Een centraal figuur in het lijden in de Bijbel is natuurlijk Job. Job is natuurlijk een persoon waarbij het lijden zo goed wordt omschreven, als je kan spreken van goed lijden. Of het goed omschrijven over lijden. Het lijden van Job is een lijden wat zo onrechtvaardig lijkt. Daarom is de titel ook Schijnbaar onrechtvaardig lijden. Schijnbaar onrechtvaardig lijden. En waarom schijnbaar? Omdat God er altijd een bedoeling mee heeft. En het verhaal van Job, het boek Job, is eigenlijk best wel een bijzonder boek. Het is een beetje een apart boek. Het is een poëtisch boek. Als je kijkt in de grondtekst, in de Hebreeuwse tekst, dan zie je eigenlijk dat er heel veel wat verloren gaat in de vertaling, maar dat er heel veel rijmen zijn of bepaalde poëtische structuren. En daarbij heeft de schrijver van het boek bewust niet gekozen om een bepaalde tijd te duiden. We weten niet precies wanneer het heeft plaatsgevonden. We weten niet precies was het nou in de tijd van de richters of van de stamvaders. We weten het niet. Wat we wel weten is dat Job een man was die in God geloofde. En er wordt ook gesproken over de Bijbelse God in het boek van Job. Dat zijn de dingen die we weten. Job heeft natuurlijk de drie vrienden, Elifas, Bildad en Zofar. En deze vrienden kunnen ook worden gezien als het hoogste filosofisch denken van die tijd. Dus ze staan representatief voor iets, namelijk het hoge filosofisch denken. Dus het zijn niet alleen maar de vrienden, maar het is ook een bepaalde betekenis die achter de functie van die vrienden zit. En daarna in alle hoofdstukken, als u Job eens een keer heeft gelezen. Wie heeft Job wel eens volledig gelezen? Kijk, dan weten jullie het. In hoofdstuk 32 komt daar opeens een andere vriend. De jongste van het stel Elihu. En Elihu is de enige Joodse naam van de vrienden. De anderen hebben geen Joodse naam. En Elihu is dan de enige die in hoofdstuk 32 dan een Joodse naam heeft. En die ook met andere inzichten komt. Even tot zover een kleine introductie. Laten we beginnen in Job hoofdstuk 1 en die gaan we gewoon samen lezen. Job hoofdstuk 1. Vanaf vers 1. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht en hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 5000 span runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. En zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hun te eten en te drinken. En het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen. 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. En dat gebeurde op een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam.
Toen zei de Heere tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend. En zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitstrekken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. Dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Galdeeën stelden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis en het viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op, scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog neer en hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen keren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zijn geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Kun je het je voorstellen? Waar zou jij je het meeste zorgen om maken? Ik denk dat die rijkdommen, al dat vee, dat hij snel was vergeten toen hij hoorde dat zijn kinderen overleden waren. Een klein overzicht uit het boek van Job. En dat heeft mij heel erg geholpen om na te denken over de structuur van de Bijbel. Over de structuur van dit boek. Namelijk in hoofdstuk 1 en 2... Hetgeen wat we net hebben gelezen, is eigenlijk een proloog of een introductie. Het is een introductie, het is het verhaal waar het begint. Zodat wij goed kunnen begrijpen waar begint dit verhaal. Wat is de start? Niet alleen maar hier op aarde, maar dus ook blijkbaar in de hemel. Vervolgens vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 37, dat is eigenlijk waar het plaatsvindt. Dat is namelijk midden in het lijden van Job, waarbij hij en zijn vrienden een continue stroom van vragen en antwoorden hebben. Job zegt iets, daarna vraagt Elifas wat en zegt ook wat. Daarna zegt Job weer wat en dan komt Bildad, een andere vriend, en die zegt weer wat. En dan gaat het zo over en weer. 34 hoofdstukken lang. En dan in hoofdstuk 38 tot 41 komt God aan het woord. God zelf die spreekt tot Job. En hoofdstuk 42, het laatste hoofdstuk, is eigenlijk een afsluitend geheel. Een soort van epiloog, een einde en een samenvatting van wat er is gebeurd. En er wordt ook wel eens gedacht dat Job een soort van uitwerking is van Deuteronomium 28. In Deuteronomium 28 gaat het namelijk over de zegen en de vervloeking. De zegen en de vervloeking.
En dat is waar ik dan aan denk als ik dit boek lees, is dat er een betekenis achter, een diepere liggende betekenis achter zit. Het is niet zomaar even een verhaal wat ons is gegeven. Nee, er zit een heel bewuste betekenis achter dit boek van Job. En dit boek heeft eigenlijk twee hoofdvragen. Namelijk, is God rechtvaardig? Dat is de vraag 1. Is God rechtvaardig? En runt God de wereld aan de hand van rechtvaardigheid? Dat zijn eigenlijk twee hoofdvragen die voortkomen uit de gesprekken. Is God rechtvaardig? En runt God de wereld aan de hand van die rechtvaardigheid? Want over het lijden, daar horen we natuurlijk ontzettend veel over. En vooral over de reis die Job aflegt in dat lijden. Wij kunnen namelijk ons afvragen, diezelfde vragen die Job had, namelijk, is God wel rechtvaardig? Is God rechtvaardig als hij lijden toelaat in ons leven? Want heel vaak komt de vraag omhoog, waarom dan? Waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt het dat dit mij overkomt? Als we lezen in hoofdstuk 2, dan zie je dat de vrienden van Job eraan kwamen. En die vrienden, die hadden op een gegeven moment, zagen zij hem. Nadat zijn vrouw tegen hem zei, van vervloek die God die je dient. En toen zei Job, nee, dat zal ik niet doen. En in hoofdstuk 2, vers 11 staat er, toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij elk uit hun woonplaats en zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan, om met hem mee te leven en te betuigen en hem te troosten. En toen zij hun ogen van ver af opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen en daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. En zo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak een woord tot hem. Want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Het lijden kan, als het zelfs voor andere mensen om je heen zichtbaar is, dan leid je een hoop. Ik heb het wel eens gehad dat ik dan bij iemand op bezoek ging in het ziekenhuis en dat je zegt, ik herkende hem niet meer. Ik herkende hem niet meer. Wat een pijn en wat een ellende. Wat een verdriet. Dat die vrienden zo met hem meeleefden dat ze wisten, die eerste 7 dagen lang wisten ze van, ja, alles wat we nu gaan zeggen, dat heeft toch geen zin. We kunnen maar liever stil zijn, want in die stilte is er tenminste ruimte om het ergens misschien een plek te geven. Want wat een verdriet. En wat een pijn. Want wat zeg je tegen een goede vriend van je die alles is verloren in 1 klap. Zijn kinderen, zijn huis, zijn alles. Wat zeg je tegen zo iemand? En als je dan vrienden hebt, zoals Elifas, dan is dat iets waar ik mezelf ook in herken soms. Als we gaan naar hoofdstuk 5, vers 27, dan zie je dat na die eerste stilte en nadat Job zijn uitroep heeft gedaan en dat hij zegt, hey, dit is er aan de hand, ik begrijp het niet, allemaal wanhoop. En dan zegt Elifas wat en Elifas sluit af met deze woorden. Hij heeft dan 2 hoofdstukken lang heeft hij verteld hoe het zit en dat God goed is en rechtvaardig is en dat het niet anders kan dan dat dit gewoon Gods wil is. En dat zegt hij, zie dit, wij hebben het onderzocht, zo is het en jij luistert ernaar en weet het voor jezelf. Elifas wilde van Job een heel kort hoofdstuk maken, een heel kort boek. En hoe vaak hebben wij dat? Dat we het lijden van iemand horen en zeggen, nou weet je wat jij moet doen? Gewoon even snel, hup, hier een pleistertje en daar eventjes met praten met die en dan is het weer goed.
Want zo zitten wij in elkaar als mensen. Als het fout gaat, dan willen we graag snel het antwoord, snel de pleister erop en that's it. Ik ben blij dat mijn vrouw hier nu even niet ziet. Want dat doe ik ook heel vaak. Als zij dan iets heeft, dan kom ik gelijk met een oplossing. En dan zegt mijn vrouw, ik wil geen oplossing. Kennen jullie dat, vrouwen? Ja, niet te hard amen zeggen. Mannen, wij mannen willen vaak dingen fixen. We willen het gewoon gelijk maken. Ja, toch? Mannen, ik hoor jullie niet. Jullie laten me alleen. Ja, toch? Gelijk een oplossing. Oh, lieverd, wat vervelend dat dit is gebeurd. Nou, weet je wat? We kunnen dit doen en dan is het helemaal opgelost. Zo zitten wij vaak in elkaar. En Elifas ook. Die zegt, Job, we hebben het allemaal uitgezocht. We hebben het bij de Heer neergelegd. We zijn 7 dagen lang stil geweest. Nu is het genoeg. Hop, door. We leggen ons erbij neer. En dan zegt Job in hoofdstuk 6, vers 1. Maar Job antwoordde en zei, och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Herken je dat? Als je een troostend woord krijgt van een vriend of vriendin en het is niet genoeg. Het lijden is zo zwaar. Dat je eigenlijk denkt van ja, leuk wat jij allemaal zegt, maar je begrijpt het toch niet. Je begrijpt mijn lijden niet. En daar spreekt Jobs onbegrip en wanhoop nog meer in hoofdstuk 7, vers 20. En dat hij eigenlijk naar God toe uitroept. Heb ik gezondigd? Wat moet ik voor u doen, bewaker van de mens? Waarom hebt u mij als doelwit voor u gezet, zodat ik mezelf tot een last ben? Waarom vergeeft u mijn overtreding niet en doet u mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het stof liggen en u zult mij ernstig zoeken, maar ik zal er niet meer zijn. Een uitroep van Job naar God toe. Eigenlijk ook wat we kunnen zien bij Naomi. Naomi zei, de hand van de Heere heeft zich tegen mij gekeerd. Het kan niet anders. Dit is niet de duivel die het doet. Het lijkt wel alsof God zelf het lijden zo toelaat in mijn leven. Waarom? Waarom laat God dat lijden toe? Waarom gebeuren die dingen in Job zijn leven? Want hij was toch rechtvaardig? Dat staat er. Hij was een vroom man. Hij was rechtvaardig. En die vrienden die dan alles maar proberen aan te halen en eigenlijk recht proberen te breien en uiteindelijk tot de conclusie komen, God is rechtvaardig. En de enige reden waarom jij nu onheil hebt, is omdat jij hebt gezondigd. En that's it. Eigenlijk hebben zij de aanname, als je goed doet, dan beloont God je. En als je slecht doet, dan krijg je straf. En hoe vaak is dat wel niet de redenatie die wij ook hebben als we naar God toe gaan? Heer, ik heb het fout gedaan, weet u wat? Ik zoek u niet eens meer, want ik weet al dat het niet goed is. Ik schaam mij. Maar Job was voorbij dat punt van schaamte. Hij had niks meer. Ellendig, alleen, ziek, overal zweren over zijn lichaam, met 3 vrienden om hem heen. Die hem ook nog eens beschuldigden. En Jobs vrienden die concludeerden, eigenlijk, Job, jij hebt het fout gedaan. Jij hebt iets fout gedaan, Job. Of je kinderen hebben gezondigd. Iets ligt aan jou, iets wat jij hebt gedaan, heeft ervoor gezorgd dat jij dit onheil hebt. Wat een pijn. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Ja, toch? Dan denk je aan iemand steun te hebben. Dan steekt hij dat mes gewoon dwars door je heen. Hatsa. Wie heeft zulke vrienden gehad? Ja, oh, kijk, wat handen gaan hem ook al recht. Ja, ik ook hoor. Je denkt, eindelijk heb ik nu iemand een steun aan en dan krijg ik eigenlijk de meest pijnlijke dingen krijg ik te horen. Maar ook dat heeft zijn plek.
Ook dat heeft zijn plek. Want hoewel die vrienden misschien fout zaten, waren die vrienden wel oprecht. Ze zochten, als je kijkt naar de gesprekken die ze hadden, zochten zij oprecht uit. Hoe kan dit lijden nou plaatsvinden? Job, jij was rechtvaardig en vroom. Hoe kan dit? Nooit een mug kwaad gedaan. Hoe kan dit? En Job snapte het zelf ook niet. Job begreep het oprecht niet. En uiteindelijk sluit hij dan ook af in de hoofdstukken 27 tot 31 met eigenlijk een betoog van zijn onschuld. Dat hij zegt, Heere, ik heb alles nagezocht, ik heb mijn hart doorzocht, ik heb alles bekeken en ik kom gewoon niet tot een andere conclusie, namelijk, ik ben onschuldig en wat er is gebeurd, ik begrijp het niet, maar dat kan maar twee dingen betekenen. Of God is onrechtvaardig. Of hij heeft mij gestraft. Om een reden die ik niet begrijp. En dat is waar hij afsluit in hoofdstuk 31. En dan komt die vriend Elihu komt op het toneel. De jongste van hen allen. En hij geeft ze een sneer. Hij geeft ze ook een sneer. Maar dan zegt hij, God is rechtvaardig. En hij bestuurt de wereld ook rechtvaardig. Maar misschien wil God iets met dit lijden teweeg brengen. Misschien laat God dit lijden toe om iets voor elkaar te krijgen. Maar wat? Dat weten we niet. Dat is een mysterie. Maar dat is voor ons, kan dat zo moedeloos zijn. Als lijden in ons leven namelijk plaatsvindt, waarom gebeurt dat dan? Wij willen graag een waarom weten. Wij willen graag horen van, oké, God, als u heeft gezegd dat ik iets fout heb gedaan, oh ja, natuurlijk. Sorry, mijn schuld, stom. Oké, kunt u het lijden nu weghalen? Want als we de reden begrijpen, dan kunnen we ook werken aan de oplossing. Maar als we de reden niet begrijpen, als we niet begrijpen waarom, dan blijven we in een plek van frustratie en ellende. En dat doet misschien nog wel meer pijn dan het lijden dat ons overkomt, is namelijk het onbegrip. Het niet weten waarom het lijden gebeurt. Kijk, als ik zelf nou iets fout doe, dan begrijp ik dat er me iets overkomt. Maar als ik niks fout heb gedaan, waarom ik? Waarom ik? Waarom overkomt dit mij? Ik doe toch altijd goed? Waarom? En ik wilde graag een kort filmpje laten zien. Iets wat mij heel erg aansprak over het lijden. Dus kijkt u even mee. Na dawo gida da safe abinda nakan gani shine naga na hadu da mutane suna tafiya hanya yawancin su ba su da takalmi a kafa jikin su dukwa ba tabo domin sun scroll ne a kasa sun iya sun wuce sun sira a wannan attack din so dewa suna da ronuka a jiki sai a hanya na gaggawaki mutane wanda an riga an harbe su sun mutu na shiga gidana ba abin da na iya gani an kone komai da komai da kayana da kai everything a gidana ina ta duba ko san gambata na da yaro na ban iya gani ba sai da na shiga cikin daki rubebe amin kitchen wanda dama an riga an bari sai naje na samu gawokin su a cikin
Mun yi rayuwa tare da su suna zuwa gidanmu su yi hira su wuni tare da mu an tunani nake nan yadda nake gan tunanin su a gani na sun kawo mana hari domin na daya son su ne da musulunta ne kuma na biyu suna tunanin da kaman sun gar da mu sai wurin ya rage musu su yi kiwo kawai abin ya faru sai na ji kaman ubangiji ya shine domin ina gani har nace inda ubangijin Allah ne da gaskiya duk me ya bar wayannan mutane sun zo su mana irin wannan bala'i ina yana ina shi yake Allah yake da shi ba zai duke fansa ba ken da ban zo bita nan ba kam kai naga da ni ma bazin ji dan rayuwa domin kafin ta nan bitan duk ran da na kwanta bana iya yin bici domin tunani na sai ina komawa kan abubuwan da suka faru amma da na zo bita nan sai na samu hankali na kwanta sun iya koyar da mu mu sani cewa Allah yakan bar wai su abubuwa su faru ne a lokacin da ya ga dama kuma su koyar da mu yadda zamu iya gafarta ma wanda suka yi mana irin wannan rauni wannan koyarwan gaskiya karfafa ni ba kadan ba domin a yanzu haka naji a ranna cewa ubangijin Allah ya gafarta musu su ma su samu ceton ubangijin Allah ban so su mutu a zunuban su ba kamar yadda wayinda sun iya samu kansu cikin wannan sananne kamar yadda mun shiga ciki addu'a na shine mu dogara ga ubangiji domin shine komai a rayuwarmu en dan wordt het verhaal van Job opeens heel erg reëel Dit is één verhaal uit de vele verhalen van mensen die om hun geloof worden aangevallen, worden omgebracht. Nigeria is één van de top 10 landen waar aanvallen plaatsvinden op christenen. Maar ik wilde eigenlijk stilstaan bij de vragen die hij stelde, die vergelijkbaar zijn met die van Job. Waar was u, God? Waarom heeft u dit laten gebeuren? En zo ook heeft Job ditzelfde verhaal van onbegrip. En het is niet zo alsof wij van God uit de hemel een antwoord krijgen van nou daarom. Maar Job kreeg wel een antwoord in hoofdstuk 38. Maar dat is niet het antwoord waarop hij zat te wachten. Wat gebeurt er namelijk? Het moment dat Job het antwoord krijgt van God, dan zegt God eigenlijk, wie ben jij? Was jij er toen ik de wereld maakte? Was jij er toen ik alle planten creëerde? Was jij erbij toen alle stormen plaatsvonden? Was jij erbij in het begin van de tijd? Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft het hart het inzicht gegeven. Ziet u in ons, vandaag de dag, ons suikerevangelie, krijgen we heel snel een bepaalde begrip en een liefde van, oh wat erg. En dan verwachten wij dat ook van God. Maar weet u dat God hier rechtvaardig antwoordt? Namelijk alles wat Job heeft gekregen
Of wat hij had, had hij gekregen van God. En als je dan in hoofdstuk 38 en verder 39 leest over hoe God antwoordt, dan denk je eigenlijk van, hey, dat kan best hard overkomen. Want Heere, u ziet toch mijn pijn? U ziet toch mijn verdriet? Waarom gebeurt dit dan? En als u mij dan antwoordt, dan antwoordt u mij eigenlijk over het feit dat er dingen plaatsvinden die mijn verstand te boven gaan, die ik niet begrijp. Maar wat heb ik daaraan? Maar als we zien hoe Job antwoordt, dan is dat ook een voorbeeld voor mij. Namelijk, Job antwoordt niet verbitterd naar God, maar Job antwoordt met verontmoediging. In het lijden, wat voor hem een rechtvaardiging leek om een rechtszaak tegenover God te hebben en te zeggen, nee God, u heeft het fout, ik zit goed. Daar laat Job verontmoediging zien. En dat hij zegt, Heere, u heeft gelijk. Ik begrijp het niet, maar Heere, ik begrijp dat u gelijk heeft. U bent inderdaad te wonderbaar, te groot, te machtig. Dat ik het ooit zou kunnen begrijpen waarom het lijden plaatsvindt. Ik wil graag lezen in hoofdstuk 42, het laatste hoofdstuk. En dan staat er in vers 1, toen antwoordde Job de Heere en hij zei, ik weet dat u alles vermag en er geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas zei, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Dan wil ik een klein stukje overstaan en dan gaat hij naar vers 10. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job toen hij had gebeden voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. En zij betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over al het onheil dat de Heere over hem had gebracht. En zo gaat hij verder, dat de Heer hem zegende. Job is nederig. Job heeft zichzelf verootmoedigd. In de plek waar ik, als ik er zelf over na zou denken, in het lijden zelf zou denken, ja maar Heere, ik heb gelijk. Maar als we het hebben over het onderwerp schijnbaar onrechtvaardig lijden, moeten wij concluderen vanuit dit boek, vanuit Job, dat God ons geen antwoord geeft waarom wij lijden. Job heeft namelijk ook nooit een antwoord gekregen waarom dit moest gebeuren. En met andere woorden, wij zijn met onze gedachten, met ons menselijk brein zijn wij niet in staat om de grootheid van God te kunnen begrijpen. Maar vele mensen leiden hun leven op zoek naar de vraag, het antwoord op de vraag, waarom moest ik lijden? En die leidt tot bitterheid. Vele. En daarin mogen wij leren van Job, dat hij zelfs in hoofdstuk 19, vers 25, in het midden van zijn strijd,
zei hij de prachtige woorden. Hij zegt, ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ik begrijp niet wat er om me heen gebeurt. Ik begrijp niet de situatie, ik begrijp het lijden niet. Ik begrijp niet het wegvallen van sommige mensen, het overlijden van mijn naaste. Ik begrijp het niet. Maar ik weet één ding, mijn verlosser leeft. En dat is ook uiteindelijk wat ik leer over het lijden. Is dat we in het lijden God moeten blijven vertrouwen. Niet dat hij het antwoord geeft waarom wij lijden, maar dat hij ons leidt door het lijden. En ik had nog één ding heel erg dik gedrukt. Iets wat ik vorige week al wilde vertellen, maar wat ik niet had gezegd. Wees niet bang om over jouw lijden te spreken in de aanwezigheid van mensen. Want het doet niets af aan jouw geloof en het doet ook niets af aan God zelf. Laat het zo zijn dat ons lijden God mag verheerlijken. En daar mogen we ook eerlijk over zijn. Hoe gaat het? Het gaat niet zo goed. Is ook een antwoord. Kan ik je helpen? Nee. Je kan voor me bidden. Ja toch? Je kan voor me bidden. Maar laat het zo zijn, alsjeblieft. Dat we het lijden mogen accepteren. En wederom zien we hier ook dat Job mensen gestuurd krijgt. Zodat hij niet alleen door het lijden heen hoeft te gaan. Zo ook. Ga niet alleen door het lijden heen. Laat de mensen toe. Zoals Naomi ook Rut moest toelaten. En zoals Job zijn vrienden moest toelaten. Ga niet alleen door het lijden heen, want God heeft ons aan elkaar gegeven. Maar laten wij in dit lijden op God vertrouwen. Amen. Laten we gaan staan. Just when I